Hoi, mijn naam is Dini de Zeeuw en vandaag ga ik een test doen met witte stiften en witte fineliners. Ik werk namelijk in mijn werk heel graag met vachten en verfijningen en dat soort dingen allemaal. En als je met kleurpotlood werkt, dan is het lastig om wat uit te sparen. Er zijn wel methodes voor, maar ik ga liever voor de wat makkelijker en snellere methode. En ik gebruik daarvoor graag witte fineliners om daarmee gewoon wat accenten aan te brengen, zoals bijvoorbeeld manen van een paard. Nou is mij wel opgevallen dat niet alle fineliners even goed dekken. En vandaar dat ik even deze test heb. Ik heb verschillende soorten fineliners en stiften. En ik heb hier een tekening gemaakt met zwarte inkt. En daarop wil ik nu wat testen gaan doen. Als allereerste wil ik met de stiften gaan beginnen. Dat zijn er twee. Ik heb er een Big Brush van Faber-Castell. En ik heb de Twin Marker van de Action. De Twin Marker is een witte metallic. Dat is iets minder, maar op zich zie je daar heel weinig van. En de Faber-Castell is, zoals ik al zei, een Big Brush. Hij heeft een behoorlijke dikke punt, waardoor je dus niet verfijnd kan tekenen. Maar we gaan nu eigenlijk even kijken naar de dekking. En als het dan daarmee over het zwart heen gaat, dan moet ik zeggen dat het me eigenlijk heel erg meevalt. Alleen op het moment dat je wat dunner wilt tekenen, wordt het dus lastig zoals je ziet. Wat je wel merkt is dat het een klein beetje er toch in gaat zakken. En dat is op zich jammer. Dan zou je er nog een paar lagen overheen moeten aanbrengen. En ik weet niet of dat... Ja, dat pakt hij dus wel. Dus over het algemeen is deze redelijk dekkend. Maar je moet er dus wel twee keer mee overheen. Dit is de Twin Marker van de Action. Die heeft een schuine, afgeschuine punt, een bijtelpunt en een... Tenminste, ik neem aan dat ze dat zo noemen. En een gewone punt. De gewone punt gebruik ik eigenlijk het meest. En als we daar het lijntje naast gaan doen, dan zien we dat deze gewoon veel minder dekt dan bijvoorbeeld de Big Brush. Je moet daar ook weer meerdere keren mee overheen. Dit waren dan de stiften. Dan hebben we dus ook nog de fineliners. Deze fineliner heb ik uit een hobbyzaak. Je ziet dat er echt een fineliner-punt aan zit. Wil je hem gebruiken, zul je hem eerst even stevig moeten schudden. En meestal gebruik ik ook even een papiertje om te testen of hij het wel degelijk doet. Nou, hij doet het wel iets. Mocht hij het niet doen, dan kun je altijd ietsjes die punt indrukken in de hoop dat er wat meer vrijkomt. Ga ik hiermee aan de gang. Ik vind deze wel redelijk dekkend, maar ik vind hem vlekkerig. En als ik er langer naar kijk, zie ik dat hij eigenlijk ook een beetje begint in te zakken. Daardoor krijgt hij ook een wat blauwige gloed. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik deze niet zo heel geweldig vind. Want als ik iets dekkend wil opzetten, dan is dit het dus niet. Misschien als je er nog een keer overheen gaat, dat hij dan wel wat beter dekt. Daar lijkt het inderdaad wel op. Maar dan nog vind ik dat hij vrij vlekkerig begint te worden. En ja, je ziet hem toch helaas inzakken. Hier zie ik hem een klein beetje inkakken en... Ja, ik vind het niet echt een geweldig resultaat. Ik heb er nog eentje. Dat is Pilot. Dit was een stift of een fineliner. Die heb ik gekocht via Marktplaats. Ik vond hem aardig aan de prijs. Ruim 6 euro. Ook deze moet je schudden. En de dop gaat moeilijk. Je ziet dat er eenzelfde soort punt aan zit. Ik ga hem er nou naast zetten. Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik hier twee van had en dat ik de eerste heb weggegooid omdat die punt gewoon kapot was. Je ziet hoe vaak ik er overheen moet gaan om überhaupt een dekking te krijgen. Ik ga hem even ietsjes in. Misschien dat hij het dan beter doet. Hij doet het ietsjes beter.
Maar ook deze vind ik vlekkerig. Zelfs nog erger dan die van de hobbywinkel. Je ziet ook dat die vlekken ontstaan hier ook. Hè. Je ziet dat hij erin zakt. Je ziet gewoon dat hij wegvalt. Jammer. De volgende die ik heb gekocht is een fineliner van Uniposca. Ik kende het merk op zich niet. Dit is een acryl fineliner. Dus anders dan met inkt. En deze is redelijk dekkend. Ook deze moet je dus schudden. En je kunt hem ook weer indrukken om meer verf te krijgen of inkt of nou ja, wit. Ga ik deze langs opleggen. Kijk, deze is gelijk anders. Hij dekt wel heel mooi. Alleen deze was wel rond de 6, 7 euro. Dus die is weer een stukje duurder. En als je echt heel verfijnd wil werken, dan moet je wel zorgen dat je minder hard drukt. Maar je ziet dat hij het eigenlijk wel heel mooi doet. Maar goed, zoals ik al zei, die was ruim 6 euro. En ik was van de week in een hobbywinkel en ik kwam dus deze gel stift tegen. Of gel pen, moet ik zeggen. Kijk, want er zit echt een punt aan. Ik was ontzettend nieuwsgierig hoe dat zou gaan werken. En zoals je ziet, doet hij eigenlijk bijna niet onder voor die dure acryl fineliner. Hij zakt wel ietsjes in, maar dat is veel en veel minder dan die andere. Je kunt er ook redelijk verfijnd mee tekenen. En omdat er een normale punt aan zit, vind ik dat je eigenlijk meer controle hebt over wat je doet dan dat je dat doet met de acryl. De grap is dat deze stift rond de 1,50 euro zit. Of stift, het is een pen. Rond 1,50 euro zit. En dat vind ik eigenlijk wel een heel groot verschil ten opzichte van de andere. Mocht ik nou gaan kiezen, dan zou ik eigenlijk met deze twee verder willen gaan. Dat vind ik voor mezelf het handigst. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze tutorial, deze uitleg van witte fineliners en dat je daarmee ook makkelijker je keuze kunt maken. Dit was deze video voor deze keer. Vond je het leuk? Geef het een dikke duim. Laat een reactie achter. Ik reageer eigenlijk altijd. En tot de volgende keer. Doeg!